بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس تكايكرز وخان فردر مد النيخ اندلس ان داتيس فنات العربية تكست بوك ان داتيس هو بلات سايدة الدرس اندلس دخل المدرس الفصل ووجد فيه خمسة عشر طالبا فقط dus دخل المدرس دليرار هاي كوان بينن أسوى دان على كلينكرز خان بلاتسن دخل المدرس الفصل دي كلاس دي فصل بديكن كلاس Dus de leraar kwam de klas binnen. Hè, de Hier is het woordje fi weggelaten. Eigenlijk was het fil vastli. Maar als je, als je de fi weg hebt gelaten, dan moet je hetgeen waar je in gaat, moet je fatha geven. Dit wordt dan mefa'ul fihi genoemd. We kennen allemaal de mefa'ul bihi, dat is de leiden, het leidend voorwerp. Maar dit is mefa'ul fihi. die krijgt ook altijd een fatha.

فقال لهم هاي زي تون تون قال زي هاي لهم تَيْخَهُنْ لا بتكن تيخن فقال لهم أين الطلاب الجدد الخمسة الذين جاءوا أمس أين فار الطلاب زين سْتُدَنْتَنْ

سفا of نعت Nummer 2, dus hij volgt de klinker: Van hem اين طلاب الجدد الخامسه, Too, waar zijn de nieuwe studenten الخامسه, Too, de vijf, de vijf nieuwe studenten, Alladina. Eigenlijk staat het zo: Alladina, Degenen, maar dit is hamzatul Tul Degenen of die, waar zijn de vijf nieuwe studenten die? Ja'u zijn gekomen. Ja'u betekent zijn, zij zijn gekomen. Amsi, Amsi betekent gisteren. Je kan zeggen bil Amsi of je kan ook gewoon zeggen Amsi. Waar zijn de vijf nieuwe studenten die gisteren zijn gekomen? قال عبد الله عبد الله هيزاي <coughs> حضروا اليوم سيبار عن ويزخ حضروا زي وارن عن ويزخ اليوم فنداخ سيبار فنداخ عن ويزخ وخرجوا ان سيزاينا بيوتخ خان قبل قليل قبل بتيكن فور قليل بتيكن وينخ abla Khalilin betekent dus samen, zojuist. Zojuist. Abla is zarf. Zarf is zaman. Het geeft tijd aan. Khalil is dan modaf ile. Dat is die constructie. Daarom heeft hij een fatha. Alle, alle zarf, meer van van zarf is zuruf. Alle zuruf krijg je in het Arabisch fatha. En na de zarf krijg je altijd een mudaf ilay. Daarom heeft Qalil kasra. Dus hoe zeg je in het Arabisch zojuist, hè? kort geleden, zeg je qabla qalilin. Hadarul zij waren aanwezig vandaag. Wa gharadju qabla qalilin. En ze zijn naar buiten gegaan, hè? ze zijn vertrokken, uh, kort geleden. <coughs> kort geleden is beter vind ik. Nou, dat staat hier. Alunnu annahum Zahabu Ilal mudiri. Haal ik deze even weg. Alonnu betekent ik denk. Dit is tegenwoordig het tijd werkwoord. Dat hebben we nog niet gehad, hè, hoe dat wordt gevormd. Ik denk annahum, dat zij. Anna betekent dat. Hè? Dit, dit gedeelte. Anna betekent dat. En hum betekent zij.

Zahabna okay, ilehi li annana ma asma'ana filka imati. Oké, we gaan gewoon rustig uh, dit vertalen. Raja'a betekent hij kwam terug. Wie is die hij? Atpullabu, de studenten. Kijk, dit is mannelijk enkelvoud, dit is mannelijk meervoud. Als het werk wordt altijd eerder, komt dan moet het altijd in het enkelvoud staan. Daarom staat hier Raja'a. Het is fout om te zetten Raja'u. Rajau is mannelijk meervoud. <coughs> Waarom moet je het in het enkelvoud zetten? Omdat eerst het werkwoord komt en dan pas het onderwerp. Eerst komt de veal en dan pas de fail. Dan moet de veal in het enkelvoud staan. Oké. Rajal pullah, Boraja betekent, uh, hij keerde terug. Maar we weten dat die hij eigenlijk zij zijn, hè? mannelijk meervoud. الطلاب، the studenten، الخمسة، the five. The five studenten رجع، keerde terug، بعد قليل na een korte tijd. Na een korte tijd keerde de st uh, vijf studenten terug. فَقَالَ لَهُمُ الْمُدَرِّسُ فَقَالَ تُنْزَأِ Lahum. Tegen hun. Maar die, deze seconde ga ik dan maar maken. Zodat ik kan mengen met het volgende woord: Al-muderrisu. Fa kala lahum al-muderrisu. De leraar. Hij zei. Toen. Fa betekent toen. Lahum. Tegen hun. A ila al-mudiri. Die a is om een vraag te stellen. Ila betekent naar. Mudiri betekent de directeur. Naar de directeur. Zahabtum, zijn jullie gegaan? A ilal mudiri zahabtum? Ja, abnai, o mijn zonen. Kalu, zij zeiden, naam, ja. Zahabna, wij zijn geweest, Ilehi, naar hem toe. Lianna, kijk, lianna, betekent omdat. <coughs> lianna, zo. Lianna betekent omdat.

Jim en Daal zijn de tweede en de derde stamletter. Mawajedna, wij hebben niet gevonden. Asma'ana, asma betekent namen en na betekent onze, onze namen. Deze fatha hier is vanwege leidend voorwerp. Wat hebben wij niet gevonden? De namen van ons. We hebben niet gevonden onze namen, fil in de lijst betekent lijst. <coughs> Zij stonden niet op de lijst. Dat was de tweede alinea. Dan gaan we naar de derde. Jalassal wa waqala. De leraar. Jalasa, Hij ging zitten. Waqala. En hij zei. Akara'tum. Hebben jullie gelezen? Darsal amsi. De les van gisteren. Ja abnai. O mijn zonen. Dus het zijn niet echt zijn zonen. Maar. Hij noemt hun, uh, zijn zonen, uit, uh, uit uh, liefde, zeg maar, weet je, voor de studenten. pullabu, uh, de studenten, zij zeiden, naam, ja, we hebben gelezen, wa en we hebben het opgeschreven, wa en we hebben het uit onze hoofd geleerd. قال المدرس دلير عرزاي أفهمتموه هب يليهت بخريبا قالوا سعيدا نعم فهمنا جيدا وي هبهت بخريبا خوت ما أسهل وات مكلك هذا الدرس is days اوكي نو <coughs> okay. no. جلس دخيمينها De leraar zat, wakala, en hij zei: hebben jullie gelezen? Darsa, de les van, Darsal, Amsi, de les van gisteren. Dit is Mudaf, Mudafile, constructie. Dit is Mudaf, dit is Mudafile, maar hij is ook leidend voorwerp, Mafawlbihi. Hebben jullie gelezen? De les van gisteren, Ja Abna'i. O mijn kinderen, o mijn zonen. قال قال الطلاب دا ستدنتا سي نعم يا قرأنا ذهب خليزا وكتبنا هو بهب خسخريفا هو هم ويز دي هم دلس وحفظناه أفهبهت خب موريسير Die hoe is ook les. He? Dit gaat hier naartoe. Dars. Deze ook. <coughs> nou, kala al mudarri De leraar zei. Kijk, A. Ah, weer een vragende zin. Fahimtum. Eigenlijk er fahimtum. Fahimtum. Hoe. Zo, hè? Fahimtum. A Fahimtumhu hoe hebben jullie hem begrepen? Namelijk de les. Maar als je uh, tweede persoonlijk meervoud hebt, en je hebt die meme, en je wilt het plakken aan de H, hè, aan een damier moet ik zeggen, dan moet je ertussen een wou plaatsen. Kun jullie dat nog herinneren? Dus dan moet je hier een wou zetten. En dan, die wou heeft een sekoen, en deze meme, deze meme hier, die geef je dan een damma. Zie je? En dan kan je die meme ook zo vastschrijven aan de wou. En dan verdwijnt dit staartje, zeg maar. Dan krijg je Fahim muhu, En dat is wat hier staat. Afahim muhu Hebben jullie het begrepen? Kalu, zij zeiden. Naam, ja. Fahim na. We hebben begrepen het. Jayiden. Heel goed. ما اسهل wat makkelijk هذا الدرس ما اسهل هذا الدرس what makkelijk is dit waren we tegengekomen hè in de uitleg van les 9, in قال عبد الرحمن انا ما فهمت فيه ثلاث كلمات. قال المدرس: ما هي؟ قال عبد الرحمن: قرأنا في الدرس هذه الجملة: عاد جدي من الخرطوم. فما معنى هذه الكلمات الثلاث؟ قال المدرس: عاد معناها رجع، والجد معناها ابو الاب او ابو الام، والخرطوم.. عاصمة السودان أفهمت؟ قال عبد الرحمن الآن فهمت أوكي okay. قال عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن شدة عبد الرحمن عبد الرحمن زاي أنا ما فهمت فيه ثلاثة kalimatin Ik heb niet begrepen. Wie in de les. Salasa kalimaten. Drie woorden. Kala De leraar, hij zei. Maar hier, wat zijn ze? Kijk, woorden. Is meervoud. Kalimaat. Maar zonder. Verstand. Nou, woorden zonder. <coughs> Sorry. Als je meer hebt zonder verstand. dan wordt het behandeld als vrouwelijk enkel fout. Daarom staat hier: hia. Mahia. Wat zijn ze? Kalal Abdurrahman. Abdurrahman, hij zei: Qara'na. we hebben gelezen: Fidarsi. In de les. Hazihil Jumlata. Deze zin. Oké, okay, wat is die zin? Wat is die zin? Ada Jaddi. Ada betekent hij keerde terug. Jaddi, mijn opa. Minal Khourtoumi. Uit Khourtoumi. Khourtoumi is een stad in Sudan. Volgens mij de hoofdstad. Ja, hoofdstad van Sudan. Mijn opa is teruggekeerd uit Khourtoumi. Fama dus wat? Mana betekent betekenis. Betekenis. Maar mena, deze kalimati. Wat is de betekenis van deze woorden? فما معنى هذه الكلمات؟ What هي the meaning of these words? الثلاثي 3. ثلاثي 3 كلمات بيتيكا معنى is مضاف. هذه الكلمات اسم اليه.

والجد uh, والجدو أن خروت مع ناها د, أبو الأبى، the father و أو أبو الأمى of the father <coughs> والخرطوم عاصمة السودان عاصمة بديك هوفت السودان السودان أفهمت هابي بخرايبا؟ قال عبد الرحمن عبد الرحمن زين الآن نُ فهمت هابي كت بخرايبا اوكي <coughs> نعم okay. no. دخلنا فوقنا اللينيا ثم فتح المدرس كتابه وقرأ درسا جديدا خلق الله الشمس والقمر والنجوم والأرض والبحار وخلق كل شيء وخلق الإنسان من طين ثم قام وكتب هذا الدرس على السبورة ثم فرفوخنس فتح أوبند المدرس دليرار كتابه زنبوك Uh, فتحة عمدة تلادن فوهر وقرأ أن هاي لاس درسا أن لس جديدا النوى ليس تي موصوف صفة لا فورورب دارم فتحة ديزة هفتن فتحة هاي خلق الله الشمس

زين ام بحر اس انكو فان بحر وخلق كل شيء كل بتيكن على وفي أو اوك الشيء بتيكن ايتس دس كل شيء بتيكن الاس اوك ايتس yeah. وخلق الانسان من طين وخلق هيفخ إِنْسَان انسان دمانس

رفع محمد يده وقال ما معنى الطين يا أستاذ قال المدرس الطين معناه التراب المختلطة مختلط بالماء ورفع فيصل يده فقال له المدرس أعندك سؤال يا فيصل؟ قال فيصل نعم عندي سؤال البحار جمع البحر قال المدرس نعم هو كذلك قام الحسن وقال حسن اسنام فن يونغ ما جمع السماء يا أستاذ قال المدرس جمعها سماوات Rafa'a betekent hij tilde op. Hij verhief. Hij tilde op. Mohammed doen. Mohammed is naam van de jongen. Yadahu. Mohammed tilde zijn hand op. Wakala. En hij zei: Ma, wat? Maana. Dus de betekenis. Dit is Mudaf. Dan is het Mudaf ilay. Daarom heeft Tien Kasra. Ma, maana Tini.

Dan deze ja zonder puntjes die verandert in een elif. En dan deze staande fatha die wordt een normale fatha. <coughs> maar de betekenis ervan is: Aturabu. At Turab betekent aarde. al Almuchtalitu. Muchtalit betekent gemengd. Aarde gemengd. Bilma'i. Met water. Dus dan krijg je een soort klei. Warafa salun En fai wa. Rafa en Faisal, hij tilde op. Faisal is het naam van een jongen. Ja, Faisal tilde ook zijn hand op. Fakala, toen zei Lahu tegen hem, al-mudarrisu. Toen zei de leraar tegen hem, A'indaka, is bij jou, hiermee wordt bedoeld, heb jij, zoal, so een vraag. <coughs> ja, Faisal, o oh Faisal. كيك تنوين خات دور قال فيصل فيصل ساي نعم يا عندي اكهاب سؤال انفراخ البحار اس بحار جمع البحر هات ميرفوت فان بحر بحر بتيكن زي اس بحار meervoud فان بحر. قال المدرسون ده ليرار نعم. يأ. هو كذلك. That is so. لا تبقى او بدي زال فتحة. هو كذلك. That is so. قام الحسن حسن ستونتوب وقال أنا رايزي. ما جمع السماء. What is it? فان هيمو. يا أستاذ أو ليرار آه قال المدرس دليرار ساي جمعها المرفض أرفان اس سماوات سماوات اس مرفض فن آه سما نحو <applause> 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 no, ثم سأل المدرس الطلاب عدة أسئلة ثم دارنا Sa'ala vroeg al mudarisu al-tullaaba, de leerlingen, a'iddata as'ila, enkele vragen. Kijk, dit is, al-tullaab, die heeft een fatha, en a'iddata heeft ook fatha. Dit is leidend voorwerp nummer 1. En idata uh, is leidend voorwerp nummer 2. Er zijn sommige werkwoorden. En dit is het werkwoord. Die hebben twee leidend voorwerpen. Kijk, de leraar. Hij vroeg. Ondervroeg de leerlingen. Hè, hij stelde aan de leerlingen. Dus leerlingen zijn dan is, uh, zijn een leidend voorwerp. En wat heeft hij gevraagd? Enkele vragen. Dan is enkele leidend voorwerp nummer 2. Die is mudaf, iddata. En as-ila is dan Mudaaf-ilay. Dus Aidda is twee dingen. Hij is leidend voorwerp en het is ook nog Mudaf. Oké. Okay. Al-Mudaris, hij vraagt: Man, ka ja, Ibrahim. Khalaqa betekent hij heeft gemaakt. Man betekent wie? Wie heeft jou gemaakt? Ja, Ibrahim, o, Ibrahim. Wat zegt Ibrahim? Hij zegt: Khalaqa. Ni, nee, eigenlijk was hier sukoen. hij heeft gemaakt. Ni, nee, mij. Maar deze ja mag je dan fatha geven als je het moet gaan mengen. Daarom staat er hier een fatha. Ghalaqa, ni Allahu. Allah heeft gemaakt mij. Allah heeft mij gemaakt. Al-Mudarris, de leraar, hij vraagt de volgende vraag. من خلقكم؟ wie heeft jullie gemaakt? يا أبنائي، أو mijn zonen. إدرين الجميع، الجميع بتقي إدرين، إدरेन zegt خلقنا الله. خلقنا الله. الله heeft gemaakt ons. نا المدرس سيخت: من خلقني يا عباسو؟ هيختخماكت؟ ني، مي، يا عباسو، او عباس، عباسون، عباس سيخت: خلقك الله، خلقك الله، الله خمأكت يو، الله هيخت يو خماكت. المدرس هيفرحت: من خلق الشمس يا عبد الله. Wie heeft de zon gemaakt? O Abdullah. Kijk, eigenlijk was het Abdullahi. Maar ja, haalt tenmin weg. <coughs> of ja, geeft een fatha aan de Mudaf. Nou, hier heb je Mudaf. Dus dan krijgt je een fatha. Man khala kasham ya Abdullah. Wie heeft de zon gemaakt? O Abdullah. Uh, er staat hier weer Abbas. Hier moet staan.

خَلَقَهَا الله الله يفتح الخمات زيها that is the stern يعقوب يعقوب سخت يعقوب يا أستاذ عندي اك هاب سؤال اك هاب ليست له ليست نيت له Heeft, heeft hij een relatie of betrekking met de les? Het heeft geen betrekking met de les. <coughs> nou, gaan we kijken, wat is die vraag? Mahua hoe, vraagt de leraar, wat is, wat is die vraag?

<coughs> Is, uh, صحيح صحيح بدك يعيشت هذا ديت إس يعيشت ديت أفتبا إس ديت يعيشت قرأت في كتاب كابينا بوك خليزا أن النجوم ضد دا ستارن أبعد من الشمس فاردر ويخ زين دان دي دا زون أصحيح هذا إزيت كوريكت دليرا سيخ نعم يا yeah. هذا صحيح that is correct مما فان وات فان وات خلق الله إفت الله خمات الانسان the mens يا عثمان او عثمان دنسخ عثمان خلق الله الله خمات الانسان the من Uit of vanuit in tiening vanuit klei. Dan zegt de leraar, "Ahsanta, wat goed van jou. Ja, Oostpano, Oostpano. Oh, Ach Ahsanta betekent, jij hebt goed gedaan. is dus net als Faalta, dus het is ook een werkwoord. Uh, Faalta, alleen. Uh, ze lijken niet precies op elkaar, Zie je dat? Want het komt van deze mal. Af, alta. Er zijn nog meer malen in het Arabisch, die gaan we in de toekomst leren. Ahsanta komt van af, alta. Ahsanta betekent jij hebt goed gedaan, Wa Wamimma en van wat? Halak Allahu heeft Allah gemaakt. Al-Jana. Jan betekent de jeans.

Uh, من نارين. نارين. نار من نار نار بتيكا فيور خلق الله الجنة الله هيفد الجن خماكت من نار عيد فيور تنسخ دليرا المدرسة كيف عرفت ذلك يا أبا بكر كيف هو عرفت عرفت betekent ويتن كنن كيف عرفت هو ويت شاي دات ذلك ذلك بتيكن ذات يا ابا بكر بس كيف هو عرفت بتيكن جاي بيت أو جاي بيست ذلك ذات كيف عرفت ذلك هو بي اي ذات خبيت يا ابا بكر او ابو بكر ابو بكر صح عرفت ذلك ik دات dat من ال

المدرس: احسنت احسنت أحسن بديكن يا ابو خدان يا ابا بكر او ابو بكر كم هو سماء هيملا خلق الله إف الله خماك يا عبد الله او عبد الله عبد الله سخت خلق الله الله خماك سبع سماوات زيفا هيملا المدرسة وفي كم يوم خلق الله السماوات والأرض يا عبد الرحمن وفي أن إن كم هو فيل يوم إن إن هو فيو داخن وفي كم يوم إن إن هو فيو داخن خلق الله هيف الله ماكت السماوات ده هيملا والأرض إن ده أرض Kijk, dit is leidend voorwerp, dit is ook leidend voorwerp. Die heeft een fatha, want het is leidend voorwerp. Maar waarom heeft die dan een kasra? Want die is toch leidend voorwerp? Want we hebben geleerd, woorden in de fatha positie, die krijgen over het algemeen een fatha. Maar vrouwelijk meervoud, die kun je herkennen aan aat, die krijgen een kasra in de fatha positie. Dus samawat is leidend voorwerp, daarom in de fatha positie. Maar omdat het vrouwelijk meervoud is, die eindigt op aard, krijgt het een kasra als klinker. Maar het bevindt zich in de fatha-positie. Ya Abdurrahmani. <coughs> Abdurrahman zegt: Khalaq Allah heeft gemaakt, assamawati, de hemelen, wal arda en het, in het aarde, Fi in. Sitati in zes ayaamin, in zes dagen. Siddati betekent zes. En ayaam is meer van jouwmoen. De leraar zegt, haza sahihun, dit is correct. Haza sahihun.

رد الطلاق in the طلاق الله الذي الله is خلق سبع سماوات سيف هيمنا وكذلك and قال هاي في إن كثير in من الآيات ان fail verses

Nou, dan zijn we aangekomen bij de oefeningen van les 9. En de antwoorden van de oefeningen, die kunnen jullie vinden achter in het boek. Even kijken. Uh, les 9 hebben we nodig. Dit is les 7, dus een beetje even naar verder. Ja, hier zo. Op bladzijde 283 vind je de antwoorden op de oefeningen. Van les 9. Maar probeer het eerst zelf te maken. En daarna controleer je je antwoorden aan de hand van de antwoordbladen. Ik behandel met jullie de oefeningen gewoon vanuit de antwoordbladen, want dat scheelt mijn schrijfwerk. Dus als je eerst zelf de oefeningen wil maken, dan moet je hier even pauzeren. En dan ga je het eerst zelf maken. En daarna kijk je het filmpje vanaf dit moment weer af. Het darsutasi'au, de negende les. Oefening 1 geeft antwoord op de komende vragen. Bij vraag 1. Kan Taliban, wajada al-Mudarisu fil-fasli, hoeveel studenten trof de leraar aan in de klas? De antwoord is, Wajada al-Khamzat Ashara Taliban. Hij trof aan 15 studenten. Nummer 2. Lima betekent waarom. Lima Zahabat Pullah jududu il-al-Mudiri. Waarom? Gingen de studenten de nieuwe? Waarom gingen de nieuwe studenten ilal mudiri naar de directeur? Nou, zahabu ze gingen naar hem toe, Lianna betekent omdat, om, omdat zij Mawajadu niet hebben gevonden, asmaahum hun namen, fil in de lijst.

خلقها الله. الله هيفزخم عد. رقم سيفا. مما فنوات خلق الله الإنسان. هيف الله خمأك. دمنس. خلق الله الإنسان. الله هيف دمنس خمأك. من طين out clay. رقم آخت. مما خلق الله الجنة. فنوات هيف الله دجين خمأك. خلق الله الجنة من نار. الله هيف دجين

Galak Allahu samawati wal-Arda, Allah heeft de hemelen en de aarde gemaakt, fi sit-tati in zes dagen. En op de volgende pagina ziet u van de Koranvers, minhu, ik ben beter dan hem. Galak tani, u heeft mij gemaakt, min naar uit vuur, walak tahu en gemaakt, min prien uit klei. الآن يأتي عن هذا الفرس من قال هذا؟ من قال قاله إبليس إبليس قال ولمن؟ ولمن؟ ومع من؟ قاله 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 لله مع الله تعالى من أي سورة هذه الآية؟ إن Welke hoofdstuk is de, dit vers? Al-Aya betekent vers. In welk hoofdstuk is dit vers? Hia, zij is, min, van Surat al-A'raf, het hoofdstuk van A'raf. Nummer 3. Zet het vinkje voor de zinnen die juist zijn, en zet het kruisje voor de zinnen die fout zijn. Nou, 15. De nieuwe studenten uh, zijn 15. Dat is fout. nummer 2. Abdulrahman heeft niet begrepen de betekenis van drie woorden. Dat is correct. Nummer 3. Sa'ala Faisal. Faisal vroeg, de leraar. Wat is de meervoud van Sama? Dat is fout, hè? Dat vroeg Faisal niet, nummer 4. Katabel mudarri Sudarsa al Saburati. De leraar schreef de les op het bord. Dat is goed. Wat is de betekenis van de komende woorden? Atin. Dat is atourab Aarde al gemengd bilma'i met water. De, deze twee horen bij elkaar. Mausuf Sifa. Nummer twee. Ada betekent Raja, Hij keerde terug. En Al-Jaddu, Opa, betekent Abul Ab. De vader van de vader. O Abul Um. Of de vader van de moeder. Volgende bladzijde. Lees het voorbeeld. Maak vervolgens compleet. Zoals in het voorbeeld. عاصمة العراق بغداد. الهدف استدفن. إراك بغداد. عاصمة المملكة العربية السعودية. الهدف الـ الـ الهدف. الـ De hoofdstad van Jemen is Sana. Asimatu Missra, de hoofdstad van Egypte Al Qahira, dat is Cairo. Misra is Germo Sarif. Dit is mudaf. Dit is mudaf maar Germo krijgt in de Kasra positie een Fatha als klinker. Het so is in de Kasra positie, omdat het Mudafile is. Maar omdat het een germoussari-woord is, krijgt het een fatha op de laatste letter. <coughs> Nummer 6. Lees de voorbeelden. Schrijf vervolgens de volgende zinnen op door gebruik te maken van de fi'l ta'ajjub. Het werkwoord van verbazing. Hazal ma'u baridoen. Dit water is koud. Dan wordt het, kijk, koud is ba, ra en dal. Drie stamletters. Ma'abrada. Dus dit is. Uh, dit is de ma. Afaala. Dus koud bestaat uit drie stamletters. Die, 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 die drie stamletters. Ba. Ra. En de daal. Die giet je erin. Dan krijg je. Ab. Ra. Da. Alleen die ba en de ra schrijf je dan aan elkaar. Hè? En dan doe je die ma ervoor. Ma abrada. Wat koud

اللغة العربية وتمكلك إسا عربي النجوم كثيرة دستير زين فيو كثيرة كاف سا اندرا ما أكثر النجوم وتفيو زين دستير اللبن حسن ملك إسخوت ما أحسن اللبن و خوت اسم ملك. يمكنك ملك. سيف هذه السيارة سريعة. دايزا اوتو اسم سريعة سين را دعين. ما أسرع هذه السيارة. <coughs> وتسنو سناو أوتو القمر جميل. دايزا اسمي جيم ميم لام ما أجمل القمرة What more is the man نيخة هذا القميص وسيخون This overhemd is this واو سين خا ما أوسخ هذا القميص What face is this overhemd؟ نمت شتين Uh, deze klas is schoon. Ma wat schoon is deze klas? Ga naar opdracht 7. Denk na over de voorbeelden. Lees vervolgens de volgende woorden op en schrijf ze op met de juiste uitgang: Ya ja, Aliyou. Ali is zonder tenuien. Ja Abbasou. Ook zonder tenuien. يا رجل سنة التنوين يا بنت سنة التنوين يا شيخ سنة التنوين يا او صندت ما مريم يا عبدالله أو سنة التنوين مع مريم في التنوين يا عبد الله أو عبد الله كا عبد الله فتحة وأن يا خفت فتحة عند مضاف يا بنت خالدين أو دختر فن خالد سلف ترفعها بنت اسم مضاف تكررتي فتحة دوريا يا سائق السيارة أو بستودر فان دا أوتو يا أم سعد أو مدر فان سعد أو مضاف فتحة يا عبد الرحمن أو عبد الرحمن Ja, Rabb al-Ka'abati, O Heer van de Ka'aba. Ja, Imam al-Masjid, O Imam van de Moskee. Ja, Ibn Abbasin, O Zoon van Abbas. Die ja, geen de aan de ba. Ja, ja, Abbasin, O Zoon van Abbas. Nou, denk nou over de voorbeelden. Stel vervolgens het ontbroken, onvrouwelijk meervoud vast. En schrijf het op met de juiste uitgang. Khalak Allahu Shamsa, welkamar. Allah heeft de zon en de maan gemaakt. Wan nujuma en de sterren. Wal bihara en de zeeën. Wal arda en de aarde. Wassama wat en de hemelen. Kijk, dit is vrouwelijk meervoud. Dat herken ik aan Aat. Vrouwelijk meervoud herken je aan Aat. Nou, het is leidend voorwerp. Dus in de fatha-positie. Alleen woorden die vrouwelijk meervoud zijn, krijgen in de fatha-positie een kasra. Zie je dat? Dus als we een schema maken van aad, <coughs> dan heb je drie positie, damma-positie, je hebt de uh, fatha-positie. يهب ده كسرة بوسيتسي نا ان ده دامة بوسيتسي اسد آتون ان ده فتحة بوسيتسي اسد آتين ان ده كسرة بوسيتسي اسد اوك آتين سيا ده ايزة توي زانة سالف ده توي سأل الاب uh, سأل الاب الابناء والبناتي ده فادر Hij ondervroeg de zonen, leidend voorwerp, daarom fatha, wel banati en de dochters. Ook leidend voorwerp, maar omdat het eindigt op aat krijgt het een kasra. Nummer 3, katabtu, ik heb geschreven, hazihil kalimati, deze woorden. Leidend voorwerp, maar omdat het eindigt op aad, krijgt het een kasra. Nummer 4, ra'aitul atiba'a, ik heb de dokters gezien. Wat En de vrouwelijke dokters. Ghasal seyarata. De zoon of de jongen heeft gewassen de auto. Er is hier helemaal geen vrouwelijk meervoud. <coughs> Oké. Okay. Nummer 6. Ghasal seyarati. De jongen, hij waste of hij heeft gewast de auto. Hij heeft de auto gewassen. Ah, de rialati ja buneya, buneya betekent o oh mijn zoontje, o oh mijn zoontje, heb jij gepakt rialat, de rialat, rialat is uh, uh, munteenheid van Arabische geld, uh, rialat is meervoud ervan, dus de centjes, heb jij de centjes gepakt, o oh mijn zoontje? Nummer 8, Sa'ala Bilalun zumala'ahu, Bilal ondervroeg zijn klasgenoten. Geen vrouwelijk meervoud hier. 9, Sa'alat zainab Zeynab ondervroeg Samila Tiha, haar klasgenoten. <coughs> Dit is vrouwelijk meervoud. Ja, niet ondervroeg, maar vroeg. Zeinab vroeg aan haar klasgenoten, zo kan je het beter vertalen. رقم 63 قرات الكتبه ik heb de boeken gelezen was صحف and de nieuwsberichten of kranten wal مجلات and de magazines tijdschriften رايت اخوته حامد و اخواته ik heb de broers van Hamid gezien en zijn zussen

Nummer 9, denk na over het voorbeeld. Voeg vervolgens een Hamza istifam aan de volgende zinnen toe. al kharajta. al kharajta. Nee, dit klopt niet. Zo moest het eigenlijk. Een alif met een fatha. al kharajta. Nu kom jij naar buiten. Maar nu moet je die Hamza erbij toevoegen van vragen, dan wordt het een golfje. Al-Anaharajda, dan wordt het vragend. Nummer 2: Al-Yoma, vandaag. Raja'a abuka. is jouw vader teruggekomen in dimashqa. uit Damascus. Nou, hier heb je die Hamza, wasal. Dan ga je nog een Hamza erbij doen voor vragen. Nou, twee Hamza's wordt één Hamza met een golfje. الآن رجع أبوك من دمشق فانداخ شوف هذا كيرت على شدري المدرس مريض دلير رزيك المدرس مريض إز دلير عرزيك ما المدير قال هكذا دا ديريكتور زي زو المدير قال هكذا هيف دا ديت زوج 5 الطالب الجديد كسر هذا الكرسي دا نيوه هيف كسر غبروكن الطالب الجديد هيف دا نيوه كسر هذه الكرسي ديزه هذا الطالب Darabaka, deze student heeft jou geslagen. al-Talibu Darabaka, heeft deze student jou geslagen? Hier komt gewoon een normale Hamza ervoor. Dus een Alif met een Golfje komt alleen als je een Hamza tul istifam hebt die samenkomt met Hamza tul Nummer 10, denk na nou over het voorbeeld. Geef vervolgens antwoord op de volgende vragen, zoals in het voorbeeld. من ضربك في في او خسلاخن ضربني بلال بلال هيف ما اخسلاخن من سالك هذا السؤال في هيف ديز فراغ ان يو خستل سالني المدرس ده ليرار هيف ما ديت ديت فراغ خستل ارا اراك المدرس في المسجد Heeft de leraar jou gezien in de moskee? Naam, ja. Ra'ani, hij heeft mij gezien. <coughs> Nummer 13. Denk na nou over het voorbeeld. Schrijf vervolgens de volgende zinnen op na het veranderen van de onderstreepte woorden: In het meervoud: Manir Rajulul ladhi dagal ana. Wie is de man die jullie huis. Na, uh, nu naar binnen is gekomen. Mani rijalul ladina. Wie zijn de mannen die daghalu naar binnen zijn gekomen? Al-Ana, nu, bij taku. in jullie huis. Dus kijk, Rajul is meer fout gemaakt naar Rijal. al is meer fout gemaakt naar Al-Ladina. En daghala is geworden daghalu. Nummer 2. Een talibu l Waar is de student die. Gisteren kwam. Na, het talibu, dat wordt. tullab. Zie je dat? Dan moet. al-lazi, Moet worden. al-lazina. En. Ja'a moet worden. Ja'u. Dus. Waar is de student die. Gisteren was gekomen? Dat woord. Waar zijn de studenten die gisteren waren gekomen? Ja'u betekent, zij waren gekomen. En Ja'a, hij was gekomen. Nummer 3. Darab al walada. Ik heb de jongen geslagen. Al-lazi, die. Darabani, die mij heeft geslagen. Nou, al walada. Dat wordt. Al awlada. Al-lazi, Dat wordt. Al lazina. En daraba. Dat woord Daraboe. Opdracht 14. Denk na over het voorbeeld. Schrijf vervolgens de volgende zinnen op. Na het veranderen van de onderstreepte woorden in het meervat. Oké. Al-Fatatu, het meisje. Al-Lati, die. Indal-Mudirati, bij de directeur was. Oeghtu Mariam, is de zus van Mariam. Mudira betekent directrice, een vrouwelijke directeur. Nou, al fatat betekent het meisje. Dat wordt dan al-fatayatu, de meisjes. Allati, dat is vrouwelijk, van degene die vrouwelijk is. Maar enkel fout. Dat wordt allati. Allati. En de rest is gewoon. Uh, ochtu, hier. Ochtu. Dat wordt agauatu. <coughs> Nummer twee. الطبيبة دفراولك الدكتور التي دي في في مستشفى الولادة in the Kram Clinic was من إنكالترا is out England. Okay. فراولك الدكتور that word طبيبات التي that word التي and the rest is itself. المرأة التي دخلت Betana Amati. De vrouw die naar binnen kwam, Betana in onze huis. Kijk, beet heeft Fatha, want het is mefa'ul Fihi. Het woordje Fi is weggelaten. Ja, die is weggelaten. Maf'ool, Fihi. <coughs> nou, al-Mar'atu, zo. Een is annisao. Allati, die, dat wordt allati. De vrouwen die. De chalat, woord de chalna, Kijk maar. Dus, de vrouw die onze huis binnenkwam, is onze tante. De vrouwen die binnenkwamen in onze huis, ammati, zijn onze tantes. Ammati ort amati Dus heb je van vrouwelijk enkelvoud naar vrouwelijk meervoud gemaakt. <coughs> Nummer 15, maak zinnen door gebruik te maken van de volgende woorden. Nou, eerste zin is: rafa bilalun yadahu. Bilal stak zijn hand op. Khalaq Allahu kulla shay'in. Allah heeft alles gemaakt. عاد المدير من الرياض ديركتور كيرد ترخ ايت رياض جدي ذو لحيه طويله من اوبا هاي هيفت ان بارت ان لانغ ان بارت ديس موصوف صفه ديس تو هور اند ديس مضاف اند ديس مضاف اليه مما خلقنا الله فان وات heeft Allah ons gemaakt Bima sharibta ma'a zamzam met wat heb jij gedronken het water van Zamzam dit is mudaf dit is mudaf ilay maar ghair sarif. dan in plaats van kasra krijgt het een fatha. ja dus dit is mudaf dan is dit mudaf ilay maar het is ook Germansarif. Daarom kan hij geen kasra hebben, maar krijgt een fatha. Met wat heb jij zamzamwater gedronken? Lima zahabta ilal mustashfa. Waarom ben jij gegaan naar het ziekenhuis? Amma betekent over wat? Amma sa'altum al mudira. Over wat vroegen jullie aan de directeur? Maar je, om, te meng, om te laten mengen ga je die sukoen hier op de meme veranderen in een dhamma. Amma mudira, over wat ondervroegen jullie de directeur? <coughs> nou, op de volgende pagina beginnen de uh, oefeningen van les 10. Dus we hebben hier bij les 9 afgerond. Ehm... Um, Mocht jullie vragen hebben, dan kunnen jullie ze altijd stellen. Maar probeer altijd eerst zelf de oefeningen te maken en kijk dan pas naar de antwoorden. Heel veel succes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.